So. Hey, hallo. Hallo. Nou, wat leuk dat je kijkt. Ik wilde net Ellie een boekje voor gaan lezen. Ja, dat kan toch nog wel? Ja, natuurlijk. Kijk je toch gewoon gezellig mee? Oh ja, gezellig. Het is al een heel oud boek. En dat heet Het Muizenboek. Oh ja. Is het heel oud? Ja, heel oud. En toen ik klein was, toen was het al een oud boek. En dat vond ik altijd zo'n leuk boek, omdat er van die hele gezellige plaatjes in staan. Kijk, leg ik hem hier op jouw schoot neer. Oh ja. En ik zie heel veel muisjes. Ja, heel veel muisjes. Hè. Zo, dan gaat jouw langstaartje zo op schoot zitten. Kan langstaartje het ook goed zien. Ja, zo. Zit je goed, langstaartje? Zit jouw knuffel ook goed? Zit jouw knuffel ook goed? Ja. Het muizenboek is al een beetje oud en dat zie je ook wel een beetje aan de plaatjes. En dat kun je ook wel een beetje horen aan de tekst die erbij is. Het vijf lieve kleine muizenkinders wonen met hun moedermuis in een hol onder de keuken van een heel groot prachtig huis. Moedertje is erg verkouden. Oh. Ze ligt met keelpijn in haar bed. En Mientje Muis, het oudste zusje, heeft de tafel klaargezet. Kijk, wat zie je hier? De tafel. Oh ja, allemaal bordjes. Ik kan ook al de tafel dekken. Ja, dat kan jij vast ook al wel, toch? De tafel dekken. Doe je dat wel eens? Papa of mama helpen met de tafel dekken? Ja, nou liever niet. Nee. Maar weet je, er is niet veel te eten, want hun provisiekast is leeg. Wat voor kast? Een provisiekast. Zo noemde je vroeger een kast waar je al het eten in bewaart. Koelkast? Nee, geen koelkast. Want dat hadden ze vroeger nog niet, een koelkast. Maar had je wel een provisiekast? Moeder, die kon er niet voor zorgen voor het eten, daar ze die verkoudheid kreeg. Maar Pietmuis zegt, het is het beste dat wij naar de mensenkeuken gaan. Ik heb het duidelijk geroken, zegt Piep. Daar moet heel veel lekkers staan. Ja, in de keuken van de mensen is wel heel veel eten. Ja, dus dan gaan ze naar de keuken van de mensen. Goed, dat doen we, zeggen de anderen. Piet, dat is een best idee. Ieder nemen we een mandje, een emmertje of een bakje mee. In zo'n grote mensenkeuken staat gewoonlijk nogal wat. En we hebben in geen dagen een goed stukje spek gehad. Kom, dan gaan we erop af hoor. Gauw door het gaatje in de vloer. Maar moedermuis zegt, pas op hoor, pas op de poes. Want die ligt vaak op de loer. Oh, dat is wel gevaarlijk hè, voor muisjes. Ja, poesen die hebben scherpe nagels en die kunnen zo'n muisje pakken. Oh, maar niet mijn kleine langstaartje. Moeder, die blijft heel onrustig achter. Ze hoopt maar dat het goed zal gaan. Wat jammer toch dat zij niet mee kan en dat ze niet op mag staan. En ondertussen gaan de kinderen heel zacht muisjesstil op pad. Want als ze lawaai gaan maken, komt misschien die nare kat. Zachtjes kruipen ze steeds verder, heel voorzichtig alle vier. Jongens, dat valt toch niet mee hoor. En wat is het donker hier? Zachtjes, zachtjes, steeds maar verder. Sst, zegt Piet. Ik hoorde wat. Oh, wat dan? Zou het een van de mensen wezen? Of is het misschien de kat? Mietje, Mietje huilt. Oh, ik word zo bang, Piet. Misschien is het wel een hond. Maar Piet zegt, zit niet te zeuren. Ik hoor al niets meer. Hou je mond. En weer sluipt het viertal verder. Het is een hele toer. Maar dan komen ze uit het gaatje en staan op de keukenvloer. Oh, het is gelukt. Ja, het is ze gelukt. Heel voorzichtig rondgesnuffeld. Is er ook een poes misschien? Oh. Ga maar eens rondsnuffelen met je knuffeltje. Oh ja, wat langstaartje ook snuffelen. Zo, snuffel, snuffel.
overal goed rondgekeken. Kijk maar goed. Goed rondkijken. Nee hoor, er is niets te zien. Oh, gelukkig. Jongens, wat ruikt het hier lekker? Nou, hier is nog geen gebrek. Sloompie is direct al bezig met een lekker lapje spek. Het lijkt hier lui Lekkerland wel. Net een sprookje of een droom. Ja. Wat een taart. De beide zusjes snoepen heerlijk van room. Oh ja, lekker. Zou ik ook wel lusten? Ja, ik ook wel. Ik zou wel 2 taarten lusten. Nou, ik wil 100. 100, dat is wel heel veel. Ja. Piet is op de kaas geklommen. Dat was een hele klimpartij. En hij denkt, hier zit ik lekker. Dit is wel genoeg voor mij. Ja, muisjes houden van kaas. Ja, muisjes vinden kaas heel erg lekker. Vindt Langstaartje dat ook lekker? Ja, he? Ja, Langstaartje ook, ja. En jij, wat zou jij het liefste willen eten? Nou, ook wel zo'n taart. Ja, ziet er wel heel lekker uit, hè, zo'n slagroomtaart. En als je nou heel klein bent, dan is zo'n slagroomtaart ineens heel groot. Dan kun je helemaal je hele mond vol met taart stoppen. Oh, dat wil ik ook wel lekker. Piet is van de kaas geklommen en hij snoept van een blikje vis. Maar aan het blik snijdt hij zijn neusje. Oh. Bloeden doet het lang niet mis. Ja, ik zie bloed. Oh. Je moet altijd heel voorzichtig doen met blikken. Als je een blik hebt opengemaakt, dan is het randje vaak heel erg scherp. Oh, dat wist ik niet. Dan moet je nooit met je vingers aan zitten. En dan helemaal niet met je mond. Hè? Anders snij je in je tong of in je lippen. Oh, en dan is die bloed. Wat zielig. Ja, maar zusje Mien, die gaat hem helpen. Zusje Mien scheurt gauw een stukje van haar zusje Mietjes schort. Kijk maar, zie je eens een stukje van haar schort eraf? Oh ja. Waarmee Pietjes arme neusje keurig net verbonden wordt. Oh, wel handig zo'n grote zus. Ja, hè? Gelukkig is Pietje niet helemaal alleen. Maar dan weet hij wel dat hij niet meer van het blik moet snoepen. Nee, veel te scherp. Mag jij ook niet doen hoor, Langstaartje. En even later duikelt iemand in een pot met jam. Maar gauw halen de anderen hem naar boven aan een stevig stukje touw. Oh, het lijkt wel een zwembad. Een zwembad van jam. Zou je dat leuk vinden? Dat je dan een bad helemaal vol met jam hebt en dan kun je dan lekker in liggen. Wel lekker. Kan je het lekker opeten. Ja, maar ook wel een beetje vies en kleverig, denk ik. Nou zijn ze kleren helemaal vies. Ja, als je in de jam valt, dan worden je kleren vies, hè? Ja. Maar ze hebben wel heel veel eten gevonden en daar ging het om, hè? Kijk eens. En dan gaan ze weer naar moeder, die uit bed is opgestaan. Moeder krijgt ook heel veel lekkers. En ze zegt, dat is knap gedaan. Ja. Kijk eens, ze gaan zelfs beslag likken, zie je dat? Oh ja, dat vind ik ook altijd zo lekker. Lekker met je vingers uit de beslag komt. Doe jij dat wel eens? Ja, als jij niet kijkt. Als ik niet kijk, ga je dan stiekem uit de beslag komen snoepen? Ja, doe jij dat ook? Oh, oh, oh. En toen moeder Muis weer beter was, was het schoonmaaktijd geworden. Schoonmaaktijd? Ja, dat deden ze vroeger vaak als het lente was. Dan als het voorjaar was, dan gingen ze het hele huis helemaal schoonmaken. Lekker fris maken. En misschien zelfs opnieuw verven en alle spulletjes opruimen. En dan hielp vaak het hele gezin mee. En dat deden deze muisjes ook. Die gingen met z'n allen helpen. Dat zie je op dit plaatje. Oh ja. Het is schoonmaaktijd geworden. En moeder heeft het druk voor 2. Mientje, Mietje, Miepsie, Pietje, Sloompie, alle helpen mee. Oh, wat zijn veel namen? Ja. Zullen we stellen? Mientje. 1. Mietje. 2. Miepsie. 3.
Pietje. 4. Sloompie. 5. Nou, 5 muisjes, hè. Allen helpen mee. Poetsen, schuren, grobben, vegen. Iedereen doet wat hij kan. Zusjes zijn de vloer aan het boenen. En Sloompie poetst de koekenpan. Mien is met een lange stoffer op de spinnenjacht gegaan. Oeh, ik hou niet van spinnen. Hou je niet van spinnen? Die kietelen altijd, hè? Spinnetjes kietelen altijd. Kortom, alle muizenkinders hebben erg hun best gedaan. Moeder is de muur aan het witten. Wat is dat? Nou, dan gaat ze het wit maken weer. Ieder jaar doet ze dat weer. Oh. Dat deden ze vroeger, dan maakten ze de muren wit. Dan zag het er weer fris en netjes uit. Oh ja. Maar ineens zegt moeder, oh kinders, nu heb ik geen witkalk meer. Geen witkalk? Nee, dat is die verf waar ze de muur mee wit. Dus die was opgegaan. Oh. Kijk eens, je ziet ook een muisje die iets heel ondeugends doet. Zie je dat? Oh ja, die doet zijn staart erin. Een heel ondeugend muisje. Ach, nu kan ik niet verder werken. Hè, wat jammer is dat nou, omdat ik de hele kamer helemaal afwitten wou. Sloompie, Miepsie, toe, gaan jullie samen gauw naar Sukkelmans en haal daar een emmer witkalk en een pot vol kachelglans. Kachelglans? Kachelglans, ja, dat was zwart spul waarmee ze hier zie je de kachel staan. En dan moesten ze die mooi weer laten glanzen. Daar gebruikten ze een zwarte kachelglans voor. Dat hebben we nou niet meer, hè? Nee. Toe, het is maar 3 kwartiertjes lopen. Ga dus allebei maar vlug. Als je opschiet, ben je makkelijk voor het donker is weer terug. Denk erom, niet blijven spelen. Doe precies wat ik je zeg. En je boodschap goed onthouden en niet teuten onderweg. Gaan ze samen boodschappen doen? Ja, want moeder moet nog in het huis blijven, zie je. Dan mogen Sloompie en Miepsie allebei naar de winkel. Om witte verf te halen en zwarte kachelglans. Oh ja. Maar ja, Sloompie. Sloompie is vast een muisje dat niet zo erg houdt van lange wandelingen. Nee, die is heel sloom. Ja. Als je heel sloom bent, doe je alles heel langzaam, hè? Ja. Boah, kun je jouw knuffeltje ook heel langzaam laten lopen, zo. Sloom. Sloom? Ja, hij is heel sloom. Maar nu zei er net het raaltje. Sloompie zucht. Zeg, hoor eens, Miepsie. Ik ben moe. Ik zie geen kans om dat lange eind te lopen. Helemaal naar Sukkelmans. Sukkelmans? Ja, zo heet die winkelier. Die heet Sukkelmans. Wat een gekke naam. Miepsie zegt, het zal toch moeten, er is heus niets aan te doen. Maar wat zie ik daar bewegen aan de wegkant tussen het groen? Nou, het zijn 2 sterke grote slakken. Kom, we klimmen op hun rug en zo komen wij hier makkelijk. Ook al gaat het niet zo vlug. Gaan ze erop zitten? Ja, dat is wel slim bedacht. Dan hoeven ze niet te lopen. Gaan ze gewoon op het huisje van de slak zitten. In hun wipje zitten beiden lekker en op hun gemak bovenop dat leuke huisje van een vriendelijke slak. Hé, dat is leuk. Ja, dat is handig als je een muisje bent. Kan je zo op het huisje van de slak gaan zitten. Ja, maar gaat niet heel snel. Nee, dat gaat helemaal niet snel, denk ik. De slak is juist heel langzaam. Ja. Bij de winkel aangekomen, zien ze daar een hele rij. Meneer Mus en juffrouw Kuiken. Meneer Mol staat er ook bij. Ja. En de meikever wacht ook al. Heeft ook nog geen beurt gehad. Wat zou die daar moeten kopen? Zeker een pond eikenblad.
Kijk, daar staat ook juffrouw Koolmees met die leuke gele hoed. Ik denk haast dat die voor haar kindjes en onze wormpjes hebben moet. Heel warm. Ja, maar koolmeesjes vinden dat heel lekker, hè? Dat zijn vogeltjes. Vogeltjes houden van wormpjes. Nou, ik niet. Ik heb die getaard. Ja. Nou, het zal dus nog wel even duren. Maar daarover niet getreurd. Als ze maar geduldig wachten, komen ze vanzelf wel aan de beurt. Ja, en niet voordringen. Nee, niet voordringen. Dat hoort niet zo. Eindelijk komt de beloning voor hun wachten en geduld. Pietje geeft zijn lege emmer, die met wit kalk wordt gevuld. Daarna komt de beurt aan Miepsie. En de goede Sukkelmans vult haar zwarte ijzeren potje bordevol met kachelglans. Nu naar huis. Kijk eens. Twee kikkers. Sloompie zegt, kom Miepsie, vlug. En hij vraagt, toe lieve kikkers, mogen wij op jullie rug? Dat is leuk. Allebei de kikkers zeggen, kwaak, ja dat is goed hoor, stap maar op. Kwaak, kwaak. Ja, en daar rijden de twee ruiters weg in een kikvors galop. Kikvors galop? Ja, kikvors, dat is een oud woord voor kikker. Je kan een kikker zeggen, maar ook een kikvors. En een galop, dat is dat je gaat galopperen zo. Hobbelde, hobbelde, hobbelde. Dat is leuk. Ja. Hopla, 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 hop. Dat is leuk. Nog een keer. Hopla, 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 hop. Misschien kun jij dat ook wel doen met je pop. Dan zet je zo je pop op schoot. Of je knuffel. En dan ga je met je benen zo hopla, 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 hop. Jij ook? Ja, hopla, 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 hopla. Of je gaat helemaal zelf mee zo hopla, 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 hopla. Sloompie roept, wow, wat gaat het lekker. Fijn zo'n kik voor zijn galop. Wat zijn dat een sterke kikkers. Springen doen ze van belang. Angstig roept de kleine Miepsie. Sloompie, ik word een beetje bang. Steeds maar harder gaan de kikkers. Dat gaat Sloompie ook te vlug. Pats, de beide kikkerruiters vliegen van de kikkerrug. Dat is wel een heel droevig einde van de wilde kikkerdans. Sloompie in de witkalkemmer en Miepsie in de kachelglans. Oh ja, oh nee. Dat krijg je ervan hè, als je te wild doet. Als het heel wild gaat, dan gaat het ook wel eens mis. Als ze het muizenhol weer inkomen, weet er niemand wat hij ziet. En Pietje wordt een beetje bang zelfs. Hij herkent het tweetal niet. Miepsie met haar zwarte snoetje. Sloompie met zijn kalkwit snuit. Moeder zegt, ik snap er niets van. Zeg, wat voerden jullie uit? Nou, ze gingen op die kikkers rijden. Ja, dan zijn ze helemaal vies geworden, zie je dat? Oh. Is de moeder nou boos? Ik weet niet hoor. Zullen we nou gaan lezen? Zou moeder heel erg boos worden? Ik denk het wel. Ze vertellen van de kikkers en hoe alles is gegaan. De moeder moet er heel hard om lachen. Nou, dat heb je knap gedaan. Dat is niet boos. Nee, ze vindt het wel grappig. Het is ook wel een gek gezicht. Een muis met een witte snoet en een muis met een zwarte snoet. Ja. Jullie hebben met je bijtjes een mooi avontuur gehad. Kom maar gauw met me mee hoor. Dan stop ik jullie fijn in bad. Ja, gaan ze lekker in bad. Moet je helemaal schoon worden. Dat is een gek bad. Ja, dat is een tijl. Vroeger hadden ze nog geen grote baden, hè, in de badkamer. En dan ging je in bad in een tijl. Lekker warm water erin. En heel veel zeep. Ja. Dan werden ze weer schoon. En dan gaat er nog één verhaaltje in. Dat de muisjes gingen slapen. Kijk eens. Dat is...
Mientje, Mietje, Miepsie, Sloompie zijn in diepe slaap. Maar Piet klimt heel stilletjes het bed uit. Slapen kan en wil hij niet. Kom, denkt hij, ik ga naar buiten. Ik ga wat wandelen, dat is fijn. Ik ga naar de sterren kijken en naar de mooie maneschijn. Als hij buiten komt, wat ziet hij? Daar ligt een pak sneeuw, heel dik. Oh. Jonge, jonge, dat is heerlijk. Maar ineens, oh, wat een schrik. Heel erg hard klinkt het in zijn oren. Wat doe jij 's nachts uit je huis? Ik ben roverrat, ik pak je. Oh. Ik ben dol op gebraden muis. Oh, je ziet er wel een beetje eng uit. Ja. Pietje zet het op een lopen en loopt zo hard als hij maar kan. Ah, daar ziet hij een klein huisje en daar klopt hij haastig aan. Oh, gaat er overal dan niet pakken? Denk het niet hoor. Het is een kabouterhuisje. Aardig, vriendelijk en klein. Pietje denkt, ik hoop dat de kabouters nog niet naar hun bed toe zijn. Nee. Kijk, daar gaat het deurtje open. Daar komt een kabouter aan. Die daar Piet op één bloot voetje bibberend in de sneeuw ziet staan. In zijn hand heeft hij een kaarsje. En bij het flikkerende licht ziet Piet een heel aardig ventje met een vriendelijk gezicht. Het mannetje zei, ik ben Ukkie, kom maar binnen in mijn huis. Zeg eens eventjes, hoe heet jij? Piet zegt, ik ben Pietje Muis. Toen ik in mijn bed lag, wou ik zo graag kijken naar de maan en ook naar de mooie sterren. En toen ben ik opgestaan. Oh, wat is het prachtig buiten. Overal ligt dikke sneeuw. Steeds maar wandelde ik verder, maar ineens gaf ik een schreeuw. Oh, hij huilt. Ja, want hij gaat nog verder vertellen. Want daar zag ik Roverrat staan met een erge boze kop. En ik zette het op een lopen, want hij zei, ik eet je op. Nou heb ik een slof verloren, maar ik holde steeds maar door. In de sneeuw, met één bloot voetje. Nou, dat is geen pretje hoor. Oh, ik ben zo koud geworden. Ik weet de weg naar huis niet meer. Mag ik mij wat komen warmen in het kabouterhuis, meneer? Ik ben zo bang voor Roverrat ook. Als dat nare beest me vindt, nou, dan weet ik zeker dat hij mij met huid en haar verslindt. Ukkie zegt, kom maar gauw binnen, Pietje Muis. Dat tref je net. Want wij wilden juist gaan slapen. Mijn broer Puk ligt al in bed. Oh, dus hij is net op tijd. Ja, hij is net op tijd, hè. Pietje, je bent half bevroren. Kom maar bij de kachel, vlug. Met een lekkere warme handdoek wrijf ik hals en borst en rug. Kukkie zal je broekje drogen. Op het hekje hangt je jas. Een glaasje warme limonade komt je zeker best van pas. Warme limonade? Ja, dat is wel lekker als je heel erg koud bent. Is het lekker om iets heel warms te drinken, hè? Je drinkt vast ook wel eens lekker warme melk of warme chocolademelk als het heel koud is. Ja, met slagroom. Dat is heel lekker. Ja, hè? Kleine Pietje vindt het ook heerlijk dat hij hier zo wordt verwend. En hij zegt dankbaar, ik vind dat u aardige kabouters bent. En Ukkie zegt, oh, niks te danken. Weet je wat we doen, Pietmuis? Met z'n drietjes brengen wij je strakjes veilig terug naar huis. Oh, dat is heel aardig. Piet zegt, moeder zal ongerust zijn. Zullen we dan nu maar gaan? Ukkie, Puk en Kukkie doen dan hun kabouterpakjes aan. Heel leuke namen. Ja, hè? Ukkie, Puk en Kukkie. Nou, Uk zegt, kom maar op mijn rug, Piet. Het is het beste dat ik je draag. Anders krijg je koude voetjes. Piet zegt, alsjeblieft, heel graag. En zo wandelt daar het viertal. Kuk, Uk, Puk en Pietje Muis over het dik besneeuwde bospad. Welgemoed naar Pietjes huis. Roverrat.
ligt weer te loeren. Oh-oh. En hij ziet de optocht gaan. Oh nee. Maar nu durft hij niet, want Pukkie loopt met een lampion vooraan. Oh ja, is die bang van licht? Misschien wel. Het is heel vaak zo dat gemene dieren of wilde dieren wel bang zijn voor vuur of voor licht. En ik denk ook omdat zij met z'n viertjes zijn, dan durft Roverrat niet in zijn eentje. Maar gelukkig. En zo zielig voor het muisje. Ja. Gelukkig is mijn muisje wel bij mij. Ja, moet je maar goed voor je knuffeltje zorgen. Ja. Hé, gelukkig. Ze zijn thuis hoor. Jonge, jonge, wat een pret. Moeder, die al ongerust was, haalt de kinderen gauw uit bed. Ja, mogen ze eruit? Ja, ik denk omdat ze zo blij is dat alle kinderen zo uit hun bed mogen, midden in de nacht. En dan zegt ze, ik zal jullie eens trakteren op wat heel erg fijns, zegt zij. En daar komt ze aangedragen, met een schaal vol lekkernij. Oh, het ziet er lekker uit. De kabouters vinden het prachtig. Wat een onverwacht leuk feest. Nog nooit zijn ze in hun leven in een muizenhuis geweest. Nee, ik ook niet. Ik zou er ook wel in willen. Nou, dan moet je wel eerst heel klein zijn, hè, voordat je daarin past. Denk je dat er in een muizenholletje ook echt zo'n gezellig tafeltje staat? Met het tafelkleedje en met stoeltjes. Ik denk het wel, hoor. Ja, nou, misschien wel. Ik weet het niet, ik ben er nooit in geweest in zo'n muizenhuisje. Ja. Ik denk dat ze ook heel veel spelletjes hebben. Een klein speelgoed. Klein speelgoed, ja, misschien wel. Moeder zegt, wij blijven samen prettig fuiven. Heel de nacht. Fuiven? Ja, fuiven. Dat is ook een heel oud woord, hè. Fuiven, als je feest gaat vieren. Zeiden ze vroeger, we gaan lekker fuiven. Dat klinkt grappig. Ja, fuiven. Ze gaan prettig fuiven, heel de nacht. Uk en Puk en Kuk, bedankt hoor dat je Piet hebt thuisgebracht. Ja, we zijn wel blij. Ja, hè? En dan was het boekje helemaal uit. Maar misschien kunnen we ook nog wel met onze knuffels even fuiven, hè? Even feest vieren. Ja, ik ga fuiven. La 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 la, la 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 la, ze zijn allemaal weer thuis. La 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 la, la 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 la, ze zijn allemaal weer thuis. Thuis. Mijn muis kan ook vliegen. Kijk, woe. Muisjes kunnen toch niet vliegen, Ellie? Mijn muis het helpt. Woe. Ja. Wist je dat muisjes heel erg kunnen kriebelen? Hè? Ja, dat ken je pas wel. Hè? Doe je net of je vingers een muisje zijn en dan zo. Daar komt een muisje aangelopen, zomaar in je nekje gekropen. Oeh, kietel. Weet ik ook nog wel een leuk liedje over muisjes. Oh? Dan doen we net alsof jouw vingers muisjes zijn. Vingers? Ja, want in het boekje ging het over 5 muisjes. En je hebt ook 5 vingers aan je hand. Dus steek je zo je hand op. Ja. 5 muisjes op een rij, knabbelden van de rijstenbrei. Steeds maar meer, steeds maar meer. 1 werd ziek en at niet meer. Huh? Eentje werd ziek, dus dan doe je 1 vinger weg. Zo? Ja. Hoeveel zijn het er nu nog? 1, 2, 3, 4. Ja, dan heb je nog 4 muisjes. En eentje was ziek. Wat is rijstebrei? Rijstebrei, dat is brei van rijst. Nu zijn er nog 4 muisjes. Hou je ook 4 vingers omhoog? Ja. 4 muisjes op een rij, knabbelen van de rijstebrei. Steeds maar meer. Steeds maar meer. 1 werd ziek en at niet meer. Is er weer eentje ziek? Moet je weer een vinger weg doen? Zo? Ja. Hoeveel heb je nu? 1, 2, 3. Ja, nog 3 muisjes. 3 muisjes op een rij, knabbelden van de rijstebrei. Steeds maar meer. Steeds maar meer.
Eén werd ziek en at niet meer. Had weer eentje weg. Ja. Hoeveel muisjes zijn er dan nog over? Nog twee. Ja. Twee muisjes op een rij, knabbelen van de rijstebrei. Steeds maar meer. Steeds maar meer. Eén werd ziek en at niet meer. Zo? Ja. Doe maar die andere. Zo? Ja. Nou is er nog maar één muisje. Ja, kan die alle rijstebrei opeten? Ja, nou, muisje had niet zo geluk. Luister maar. Eén muisje heel alleen sabbelde aan zijn grote teen. Hé? Wat een strop. Wat een strop. Alle rijstebrei was op. Oh, is die al verdrietig? Heeft hij niks meer? Nee, die heeft al niks meer. Oh. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Ik vond het heel gezellig dat je hebt meegekeken. Ga je nog even zwaaien? Ja, dag. 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 En je knuffel, kan die ook zwaaien? Je knuffel zwaaien? Ja, ik zie het volgens mij. Zwaaien met je knuffel? Of met je pop? Leuk. Dag. Ga je nou nog spelen met Langstaartje? Ja, die vind ik echt heel lief. En hij kan vliegen. Wow. Dat is wel een hele bijzondere muis. Ja.